Unlucky, unlucky. No, not unlucky, crazy. Ja, yeah, crazy, as well. Was het wat dat betreft ook interessant, die tweede helft, of de laatste half uur, dat je ze, Luc en Ricardo, samen liet spelen, om dat eens te kijken hoe dat ging? Was dat een bewust experiment? Dat is een bewust experiment, omdat er wel eens voor zou kunnen komen dat je wedstrijden gaat spelen waarin je niet tegen 10 man, maar tegen 11 man. Je zoekt dan naar een systeem waarin ze samen kunnen spelen. En dat lijkt allemaal heel makkelijk. Kijk, tegen 10 man is dat ook makkelijker, hè? Want je hebt die bal meteen terug en de counters die ze plaatsen zijn natuurlijk anders met 10 man. Maar het gaat erom wanneer we ooit tegen 11 man moeten en je staat achter en je moet en je wil een extra spits erbij gooien. Ik heb in mijn hele carrière zoveel wedstrijden gespeeld dat ik er een spits bij gooide en dat we vervolgens de totale controle kwijt waren. En dat we niet meer in de buurt bij de tegenstander zijn geweest. Omdat het niet klopt. Als je 3-3-4 speelt, dan is dat heel anders dan wanneer je 4-3-3 speelt. Dan is er meer controle. En je moet de bal hebben om te kunnen aanvallen. Heb je die bal niet, dan moet je verdedigen. Nou ja, daarom was het denk ik vandaag ideaal om niet Luc in te wisselen voor Peppi, maar om ze samen te laten spelen. Ja, wat wil je over hem kwijt? Want ja, hij maakte 2-1 onder druk van de keeper. Ja, bijna een hat-trick dus eigenlijk. Ja, toch bijzonder. Waarom is dat geen hat-trick? Ik snap dat niks. Ja, weet ik ook niet. Maar hij kopt hem toch. Hij kopt hem, hij tikt hem tegen de paal en dan gaat hij via de voet van de keeper erin. Dat is de uitleg. Ik hoorde dat er een commissie is die dat... They don't give you the tip. Unlucky, unlucky. No, not unlucky, crazy. Ja, yeah, crazy, as well. Maar hoe nu verder? Basisplekje, hè, denk ik. Of ja, ik weet ook niet hoe... Dan moet hij de volgende keer er maar eentje extra maken. Ja. Jullie hebben een hele week, Ajax heeft woensdag nog de klassieker. Hoe belangrijk wordt dat en voor die wedstrijd? Of heeft dat niet zo'n invloed, denk jij? Nou, ik denk dat het altijd wel invloed heeft. Wij hebben nu 3 dagen ertussen gehad. Maar wanneer je 2 dagen tussen hebt. En volgens mij heeft Ajax er 2 dagen tussen. Hè? Spelen woensdag en dan zaterdag tegen ons. Ja, dat qua vermoeidheid speelt dat natuurlijk een rol. Dat is gewoon zo. Hè? Wij hebben dat natuurlijk ook vaak. We krijgen dat zometeen na Ajax Girona. Er zitten 2 dagen tussen. We hadden dat nu met Paris. Voordat we tegen Paris speelden was ook weer 2 dagen tussen. Ja, dat... Dat kan een keer, maar dat voel je fysiek natuurlijk wel. Dus ja, dat speelt ook wel een rol. You started now in 2 matches and you delivered. Did you speak with the club director or the trainer before this season that you would play more in this season? Yeah, I think it's something that, you know, if you look at last season, of course, you know, I think I had some really special moments, but I also thought that I could, you know, play more minutes. And, you know, yeah, before the season, I was able to speak to the coach and, you know, speak to the sporting director and, you know, I had a conversation with them that, you know, if it was possible for me to play more games, to play more minutes, and you know, I would like that to happen. And so, you know, it's a conversation that I did have, and you know, so far, you know, I've been given the opportunities and I've taken advantage of them.